Cuco Martina, we mogen volgend jaar nog een jaartje van jou genieten. Jazeker, met trots kan ik zeggen dat ik nog een jaartje heb lekker verlengd. Ja. Hoe is dat voor jou om nu toch wel weer wat meer zekerheid te hebben na de afgelopen jaren, zeg maar? Nee, natuurlijk. Ik bedoel, iedereen weet wel dat ik afgelopen jaren lastige jaren heb gehad. Geen club, anderhalf jaar geen club gehad, 6 maanden weer. Dus niet dat ik gewoon toch heb getekend. Dat geeft me ook meer vertrouwen in dat ik gewoon volgens mij ook gewoon hier ben. Het klinkt misschien een beetje gek om zelf te zeggen hè, vanuit de club, maar het is eigenlijk vreemd dat er een andere club was die jou oppikt als we jou zo over het veld zien gaan. Nee, klopt. Kijk, ik kan wel gewoon zeggen dat er een paar interesses waren, maar voor mij dit voelt gewoon goed. Dus dat was de reden ook dat ik heb gewoon bij getekend. Ja, je hebt ook een hele belangrijke rol als aanvoerder, als leider. Peter Maas die noemde jou zelf inspirator. Speelt dat ook mee? Ja, natuurlijk. Ik probeer mijn best te doen. Ik probeer de jongens te helpen natuurlijk. In de juiste manier. Dus voor mij gaf het ook een extra boost natuurlijk. Ja, en wellicht voor jou ook mooi om, hè, we hebben natuurlijk ook heel veel jonge jongens, om die mee op sleeptouw te nemen. Nee, ik probeer de jongens eigenlijk begin januari al te helpen natuurlijk. Maar nu zie je van dat alles gewoon klopt, alles gaat goed. We hebben een mooie race, dat we hebben gewoon gewonnen. Dus iedereen gelooft erin nu. Ja, over die mooie reeks gesproken, dat moet ook een fantastisch gevoel zijn, denk ik. Ja, natuurlijk. Dat geeft ons een extra boost. Om vooral voor de play-offs natuurlijk. Dus dat is wel een goed teken, ja. Voordat die play-offs beginnen, wacht morgen eerst nog Heracles. Een lastige wedstrijd, denk ik. Zij kunnen nog kampioen worden. Wat verwacht je voor wedstrijd? Om eerlijk te zeggen, doet er niet toe winst of verlies natuurlijk. Is een mooie test voor ons allemaal. Als we weten, als we een hele goede resultaat kunnen neerzetten, dat wij ready zijn voor de play-offs natuurlijk. Is het dan ook lekker om een zware tegenstander nog te treffen richting die play-offs? Ja, natuurlijk. Want dan kan je zelf even goed meten van oké, zijn we klaar ervoor. Want als we een hele goede resultaat zetten tegen Heracles, dan weet je wel dat we gewoon voor niemand bang hoeven te zijn natuurlijk. Vorige week was ook al een kleine test hè, bij Almere City. Verwacht jij morgen een iets grotere uitdaging? Ja, natuurlijk, we weten allemaal dat Heracles een hele goede team is. Ze hebben goede spelers. Dus het is een mooie test voor ons allemaal natuurlijk. Dus we zullen zien wat er gaat gebeuren natuurlijk morgen. In ieder geval in een nagenoeg uitverkocht Radverlegstadion. Is toch altijd lekker? Super heerlijk. Vooral als de fans achter je staan. Dus dan is het allemaal beter.